Dat dan voor dat elkaar is jammer. Om zo effectief te zijn? Hoe werkt dat dan? Samenwerken, dat is eigenlijk heel, heel simpel. Kijk, en als je dat doet, dan word je op Twitter word je uitgemaakt dat je, ik zal het woord hier niet herhalen, maar dat je in ieder geval alleen maar met de coalitie wil samenwerken. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat als je iets wil bereiken, voor ouderen in mijn geval, dat je dan moet samenwerken met andere partijen die ook denken zoals jij denkt. En dat het verschilt per onderwerp. Ja, maar je was ook bij Johan Remkes destijds nog uitgenodigd. Ja, zeker. Ja. Dat was een van de weinigen, van die kleintjes. Ja. En we hebben ook gezegd, als je nou wat meer zetels had gehad, dan waren we al rond geweest. En dat gaat dan dus wel over inhoud. Mm. Ik wil heel graag het hebben over de onderwerpen. En ik vind mezelf minder interessant. En dat is denk ik wel een beetje waar het om gaat in de politiek. 7 miljoen potentiële kiezers boven de 50 jaar. Ja. 1 zetel, dan hou je er te weinig uit. Dan moet je toch het verhaal... Hè, nu is dat verhaal ook goed te vertellen. Er zijn hele grote problemen in de samenleving die ook ouderen raken. Nou, de AOW-leeftijd is nu in het... Of de AOW-leeftijd. De AOW-koppeling aan het stijgen van het minimumloon is nu geregeld in de voorjaarsnota. Maar je hebt bijvoorbeeld ook huisvesting voor ouderen. De energienota, zorg. Ja. En er zijn zoveel punten die ouderen raken waar je op kan profileren en waar je eigenlijk zou moeten laten horen. Je zegt eigenlijk, ze bakten niks van. Dat is wat je zegt. En ik zeg, dat ze niks van bakt. Alleen het verhaal horen we niet. Kijk, Leendert kent mijn verhaal. Die weet dat het een goed verhaal is. toch, Leendert. Nou. Maar je hebt gelijk. Ik ben niet zichtbaar. Maar dat wat ik probeer te zeggen is, dat ligt niet alleen maar aan mij. Dus de persberichten. Dus als ik het over ouderen wil hebben. Ouderen zijn heel vaak geen sexy onderwerp. Als je het wil hebben over demografische ontwikkelingen, dan willen ze dat wel van een bestuurder van een ouderorganisatie horen. Maar niet van een politica. Als je het gaat hebben over de AOW-ontkoppeling, dan moet je hele vervelende dingen zeggen. Wil je daarmee in het nieuws komen? Terwijl als je het inhoudelijke verhaal vertelt, en misschien moet ik dat wel leren, maar de vraag is ook of ik het wil leren. Want ik vind... Dat laatste is het belangrijkste. Ja. Wil je het leren, Diane? Nee. Dan kun je net zo goed stoppen. Nee. Stoppen daarmee. Heel positief dit. Dat denk ik niet. Want kijk, als je kijkt naar andere partijen, zoals een ChristenUnie, een Partij van de Dieren, een SGP, dat zijn ook partijen, dat zijn goede partijen die goede inhoud hebben, die dat op een inhoudelijke, genuanceerde manier brengen. En ik geloof echt dat daar ook wel electoraat voor is. Maar voor de zittende coalitie, en dit was ook onze vorige coalitie, uiteindelijk lachen die toch om alles wat er nu uit de oppositie komt. Kijk, nu koos je gisteren voor de aanval voor een keer. Rutte dacht, we gaan nu even op zijn Johan Derksen een keer. We gaan iedereen de schuld geven en wantrouwen enzovoort. Maar het wordt toch helemaal niet serieus genomen uiteindelijk. Ja, dat ben ik dus niet met je eens. Want hoe kun je anders in je eentje een hele effectieve oppositiepartij zijn? Dat komt omdat je heel veel binnenhaalt, omdat je veel bereikt. Dat doe je vaak. Dat blijkbaar ook dan graag wil. Nou, niet altijd. Niet altijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de arbeidsmarkt en de positie van ouderen op de arbeidsmarkt, die is echt gewoon heel erg slecht. Mm. In alle plannen staat helemaal niets over ouderen. Terwijl we hebben ongelooflijke krapte. Ouderen moeten echt gewoon meehelpen. Dat willen ze ook graag. Want als je tegenwoordig 45 of 50 bent, dan ben je al oud. Dan sta je langs de lijn. Dan kom je ook niet meer aan de bak. En er staat niets over in de plannen. Ja, dan ga ik daar natuurlijk wel over praten. Dat probeer ik achter de schermen te doen. Ook met de minister. Wat is je grootste wapenfeit in jouw ogen van de laatste tijd dan? Dat ouderen op de arbeidsmarkt zijn meegenomen. Dat nu na 16 jaar lobbyen ouderenhuisvesting in het woonprogramma van de jongen prominent is opgenomen. Want ik zeg altijd, bouwen voor oud is de oplossing voor jong. Want anders creëer je geen doorstroom. Nee. Dus dat zijn twee dingen die voor mij heel belangrijk zijn. Nou, dat wapenfeit over laat je horen. Dat heb ik je horen zeggen in de commissievergadering. Ja. Maar je schreeuwt het niet van de daken. Want Twitter doe je niks. Het is niet zo dat je op Twitter, dit heb ik binnengehaald. Kijk, ouderen, we gaan ervoor zorgen dat u een mooie plek krijgt om op uw oude dag te gaan wonen. Dat is ook politiek. Ja. Je overwinningen vieren. Ja, nou, op Twitter zet ik. Als dat echt zo is, doe ik dat wel. Want ik heb hier wel iets over gezegd. Hoeveel mensen volgen jou? Nou, niet heel veel. 5100 zag ik. Ja. Nee, dat is ook een dingetje. Hoeveel mensen volgen jou? 70, 80.000, zoiets zit jij op? Bijna 90.000. 90.000? Ja. Nee, maar het is wel zo. Als je veel volgers hebt en mensen bereikt, je kan ze ook erbij trekken en enthousiasmeren en ook daardoor groter worden als partij, toch? Nou, dat kan ook. En ik denk ook dat op het moment dat, dat wij... Want wij zijn natuurlijk wel nadenken over wat willen we nu. Hè? Ja. Ik ben nu een eenvrouwsfractie. Dan ben je ook wat minder interessant. Want je hebt geen legitimiteit eigenlijk. Je vertegenwoordigt natuurlijk wel de ouderen in Nederland, maar je hebt geen leden. Dan zal dat misschien ook kunnen helpen. Maar ik denk toch heel eerlijk gezegd dat ik nooit heel veel volgers zou krijgen op Twitter. Ten eerste zitten weinig ouderen op Twitter. Ik heb wel bijvoorbeeld het maximale aantal volgers op Facebook. En ook daar de pagina begint al heel hard te lopen. Ja. Ouderen zitten veel meer op Facebook. Instagram ook niet zo heel erg. Dus wij moeten natuurlijk toch een beetje in de andere hoek zitten. Op Twitter zit Nokia-telefoons gebruiken ze veel. Ja, vast nog wel. Ja.
echt belangrijk voor ze. Dat was wel heel verouderd, ja. Maar over even, eigenlijk is het daarvoor natuurlijk al misgegaan. 50 plus heeft in die jaren dat het had kunnen oogsten, eigenlijk zelf een hele grote puinhoop gemaakt. En daar ligt toch gewoon het probleem voor al die oudere partijen nu. Het beeld wat ik daarvan heb, zie ik ook lokale bestuurders met elkaar op de vuist gaan. Ik zie landelijke bestuurders de meest verschrikkelijke dingen over elkaar zeggen. Daar is het toch al lang fout gegaan. Ja, ik denk ook wel dat je daar gelijk in hebt. En ik denk ook wel dat ik in ieder geval heel naïef ben geweest om te denken dat ik het kon veranderen. Mm. Met een mooi inhoudelijk programma en een genuanceerd geluid. Inhoudelijk programma. Voordat de verkiezingen waren, ging je er al tegen in. Nee, dat is niet waar. Nee, dan heb jij niet goed opgelet. Dat programma heb ik zelf geschreven. En dat programma, dat stond ook. Daar was wel onrust over. Omdat ik had aangegeven, ik ga niet terug naar 67, of naar 65. Want we hebben gewoon iedereen heel hard nodig op deze arbeidsmarkt. Maar dat was toch het kroonjuweel van 50 ja, plus? Ja, en dat is dus ook de reden geweest waarom ik een aantal keer heb gezegd tegen het bestuur, ik ga geen lijsttrekker worden van 50 plus. Want een Nationaal Zorgfonds of de AOW-leeftijd, daar ben ik het niet mee eens. Dus er komen niet uit. Ik wil ook de partijen opschonen, want alle ruzie en alle machtsstrijdjes, die wil ik niet. Nou, er zijn afspraken over gemaakt. En op het moment dat ik lijsttrekker was, zijn die afspraken weer gewoon teniet gedaan. Toen heb ik aangegeven, ja, die afspraken zijn wat mij betreft gemaakt. Daar blijf ik voor staan. En ik hoopte heel erg dat de achterban dat zou steunen. Nou, uiteindelijk is dat in het bestuur is dat natuurlijk misgegaan. Maar het programma was het programma en daar ben ik altijd achter blijven staan. Maar Wilfred schetst net het beeld van 50 plus, waar altijd ruzie en gezeur is. Ja. Je legt nu uit hoe het allemaal gebeurd is. Ja. Maar je kwam bij 50 plus. Volgens mij 2 maanden later was het toch? Maanden later, toen begon dat. En het jammer is een beetje dat er zitten ook bij 50 plus hele leuke inhoudelijke mensen. Die hoor je eigenlijk niet. Die zijn gewoon met de inhoud bezig. En toch, de kern, zeg maar, maakt ruzie. Heeft het over macht, over status, over positie. Politiek en bestuurlijk door elkaar halen. Wat je natuurlijk nooit moet doen in een politieke partij. Dat moet je gescheiden houden. En ja. Ik kom even, want we hebben dit eerder in deze uitzending het boek van Sigrid Kaag besproken. En daarin staat op een gegeven moment ook een gedicht wat ooit Els Borst schreef. Ja. En eigenlijk zeg je een beetje wat zij ook schreef. Dit gedicht luidt als volgt. Ik ween om kleinheid van de grote mannen waarvoor de macht steeds voor de inhoud gaat. Ja. Dat is wat jij eigenlijk ook beschrijft. Ja. Dus. Ik ween om de kabinetten die nooit zijn ontloken en om mijn politiek die nimmer werd verstaan. Is dat waar vrouwen in de politiek ook vaak tegenaan lopen? Ik denk dat veel vrouwen daar tegenaan lopen. Maar ik denk wat jij net schetst, dat ook wel een beetje waar is. Dat oudere partijen ook per definitie wel een broeinest zijn van ellende. En dat is natuurlijk toch heel jammer, want het is een heel groot electoraat. Er gebeurt heel veel over ouderen heen in plaats van met ouderen. Alle problemen die we eigenlijk hebben, de uitdagingen waar we voor staan, die hebben te maken met demografische ontwikkelingen, de woningmarkt, pensioen is niet meer houdbaar. De zorg is straks niet meer toegankelijk en betaalbaar. De arbeidsmarkt is een probleem. Dus als je kijkt, zeg maar, naar hoe belangrijk deze ouderen zijn, ook voor de oplossing, dan zou je die demografische ontwikkelingen echt gewoon hoog in het vaandel moeten hebben staan. Nou, dat doet het huidige kabinet niet. Dat hebben alle kabinetten hiervoor ook niet gedaan. Dus ik denk maar dat eigenlijk, als mensen dat begrijpen, mijn electoraat heel groot zou moeten zijn. Maar dan wel in een genuanceerde partij. Met mensen die het over de inhoud willen hebben. En ik denk wel dat vrouwen vaker last hebben van bepaalde typeringen. Ja. Wat natuurlijk deze week ook wel wonderlijk is geweest, is dat, en ik ga het niet bagatelliseren, het hele debat over de sms'jes, want het gaat over vertrouwen in de politiek en het controleren van de regering. Ja. Maar er is deze week echt heel veel besproken in de Tweede Kamer. We hebben natuurlijk ook verantwoordingsdag gehad. Ja. Nou, door de Rekenkamer is het kabinet echt flink op de vingers getikt. We hebben nog nooit zoveel onvolledigheden gezien in een begroting als dit jaar. Ja, precies. Ja. En er is gesproken over arbeidsmigratie. Hugo de Jonge kwam met een plan voor huurders. Hè, om middenhuur weer betaalbaar te maken. Ja. Er is gesproken over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Er is zoveel besproken in de Kamer. En wat blijft er over? Welk gevoel? Ja, van deze een man week. Die maar 20 sms'jes op een Nokia kan ontvangen. Ja. Alleen maar over die sms'jes, ja. Maar dat is denk ik ook wel wat ook de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer is. En dat is waar ik me heel erg aan erger. Natuurlijk gaan er dingen niet goed in het kabinet. En die mag je ook benoemen. Dat is denk ik ook belangrijk. Maar tegelijkertijd moet je ook zelf in de spiegel kijken. Als je het bijvoorbeeld hebt, je hebt een naargevoel overgehouden aan dat sms-gate. Iedereen denkt in Nederland. Niet in het minst onze minister-president ook, denk ik. Maar als je dan kijkt waar het echt aan schort, dan zie je dus dat wij niets hebben gedaan aan de hele digitale infrastructuur. Tientallen jaren vanuit de
Rijksoverheid. Je had het over verantwoordingsdag. Mm-hmm. We hadden een verantwoordingsontbijt met de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En die zei ook, ik maak me heel erg zorgen over digitale ontwrichting. Ja. Wij moeten het hebben over kunstmatige intelligentie, over de archiefwet, over richtlijnen die daar dwars op staan. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Je gaat bij het debat ook aan, jongens. Laten we eerst eens gewoon goed nadenken voordat we allerlei dingen gaan doen, ja, toch? In plaats van noodverbanden plakken, overal pleisters plakken. En dan los je het niet op. En dat is wat ook de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer is. Maar was dit debat ook niet te snel? Ik zag Pieter Omtzigt. Woensdagavond zitten bij Gallet en Sofie. Ik maak dan een grap, ik kijk wel. Maar daarin zei hij ook van eigenlijk ben ik er morgen nog niet klaar voor. Ik zou graag wat meer informatie willen hebben hoe het precies zit. Maar dat is het geheig, met alle respect, van pers, maar ook van collega's in de Tweede Kamer die er meteen een nummer van willen maken. En dan denk ik, het is geen theater. Nee. Dat is jouw deskundigheid. Onze deskundigheid is om die inhoud goed, zeg maar, te doorspitten. En dan vervolgens met een inhoudelijk verhaal te komen. Ja, je zag ook dat de Kamer daarmee worstelde. Tijdens het debat kwam er een artikel van de Volkskrant. Ja. Ja. Die direct het debat ook beïnvloedde. Mm-hmm. Er moest nog, er is geld voor alle ministeries om iets te doen aan het opslaan van sms'jes, digitaliseren. Daar moest ook nog een, die wilde Rutte eerst niet geven, maar dat kwam later ook naar de Kamer. Dat het zo snel ging, zat de Kamer ook in de weg. Ja, klopt. En dat is waarvan ik ook zeg, jongens, kijk jezelf eerst nog even in de spiegel, doet naar rust te gaan. Moeten we het hier echt over hebben? Toeslagenaffaire waar het mis is gaan, ja. Maar moeten we het hier over hebben? SMS'jes van de minister-president, wat ik ook echt onverstandig vind. Ik bedoel, dat je met zo'n verouderde telefoon werkt en dat je op deze manier omgaat met je sms. Je bent wopbaar, dus dat weet je. Maar tegelijkertijd denk ik, er zijn richtlijnen die haaks staan op die archiefwet. Ze houden zich aan die richtlijnen. Ga dan eerst het fundament gewoon bouwen. Er zijn ook collega's